Kijkers, goedendag. Ik heet jullie van harte welkom. Meestal vandaag bij het dierenasiel. En zoals we weten hebben wij vaker last van honden over straat. En ook heel wat problemen als het gaat om honden. Kijkers, wij gaan dan een gesprek houden met mevrouw Sandra van der Linden. Zij zal ons voorhouden waarvoor het dierenasiel staat. En wat voor werk zij allemaal verrichten. Dus kijkers, blijven jullie afgestemd. En we staan hier met de beheerder van dierenasiel, mevrouw Sandra van der Linden. Mevrouw Sandra, hoe gaat het met u? Het gaat goed, het gaat goed. Ja, we gaan de drukke tijd tegemoet, de dagen met de feestdagen en de bombels natuurlijk. Dus het wordt voor ons een spannend moment, voor alle dieren natuurlijk. Mevrouw Sandra, kunt u ons vertellen, hoe lang bent u al beheerder van het dierenasiel? Ik ben beheerder van het dierenasiel sinds maart 2018. Ja, dus een jaar of 6. En in totaal, misschien ongeveer, hoeveel dieren heeft u hier? Hondjes in dit geval? We zitten meestal zo rond de 60, 65 honden wat we binnen hebben. En meestal zo rond de 25 à 30 katten wat we in huis hebben. Ja. En als we kijken naar de voeding, hoe staat het daarmee? De voeding, we hebben gelukkig een aantal sponsors, een aantal bedrijven die ons sponsoren. Anders zouden we dit natuurlijk nooit kunnen doen. Dus we hebben de mogelijkheid inderdaad om zelf wat voeding aan te schaffen. En gelukkig hebben we toch ook wel wat mensen die komen doneren. Want het staat natuurlijk ten iedereen vrij om een donatie te komen doen. We kunnen alles gebruiken, weet je. We gebruiken rijst, we gebruiken gemalen vlees, gemalen vis. Dus op die manier, we koken elke middag dus voor de honden om ze naast de brokken die we ze sowieso geven, ook nog wat rijst en wat vlees of vis te kunnen geven. Dus we proberen zo gevarieerd mogelijk eten aan te bieden. Oké. En dus als we kijken naar het verkeer in Suriname, heb je vaker dat straathonden langslopen, ze worden soms omvergeslagen, dood, gewoon op straat. Als we kijken naar deze doelgroep, worden deze honden ook opgevangen en gebracht naar het dierenasiel? Wij als dierenasiel zijn inderdaad, wij richten ons met name op de zwerfdieren op straat die medische hulp nodig hebben. Dus op het moment dat een hond wordt aangereden en hij blijft achter op straat met een gebroken poot of gebroken dingen of weet je, grote wonden aan zijn, dan is het onze doelgroep, dan gaan wij het proberen op te halen. Als het dier wordt doodgereden, dan is het eigenlijk aan openbare werken om het kadaver op te halen van straat. Ja. En als misschien iemand een hond heeft thuis en maar de persoon, die hond komt gewoon thuis aan bij de persoon en die hond is ziek, dan kunnen ze ook dierenasiel bellen. Nee, dan moet je in principe naar een dierenarts. Wij hebben hier geen dierenarts. Wij rijden zelf ook met onze dieren naar de dierenarts. Ik heb 1 keer per week heb ik een dierenarts die vrijwillig haar tijd doneert. En die komt dan met mij een ronde lopen langs de hondjes van het asiel. Van god, die heeft een uitslag daar, die heeft daar een teentje kapot. Daar, weet je, op die manier loopt ze dan met ons de honden na. Maar wij hebben hier niet continu een dierenarts aanwezig. Dus als mensen thuis hebben een dier wat ziek is, moeten ze naar een dierenarts gaan. En hoe staat het met dan medicaties en als het gaat om trend, medicaties waar het voor betaald moet worden, wie dekt dan dat alles? Medicatie proberen we zoveel mogelijk uit eigen middelen te betalen. En godzijdank hebben we een apotheek die ons een bepaald budget geeft per jaar. En die zegt, weet je, tot dit budget mag je de medicatie gratis opkomen halen. En daarna krijgen jullie een korting van ons erop van 20%. Want het is inderdaad wel iets wat je aanhaalt. Wij hebben natuurlijk, omdat wij de doelgroep hebben van zieke en gewonde dieren, hebben wij natuurlijk veel medicatiegebruik en verbruik hier. Dus dat is voor ons inderdaad een behoorlijke kostenpost. Zeker als je kijkt hoe duur de medicatie ook geworden is. Hè? Want ook dat is allemaal veel duurder geworden. En niet alles is meer te krijgen op dit moment. Het is echt bellen naar de apotheken, kijken wat er aanwezig is en dan proberen dat te binnen te halen. Ja. En als we kijken naar de plaats voor de hondjes en de katten, is er genoeg plaats of mankeert er nog wat plaats? Nee, ik denk dat wij op zich genoeg plek hebben nu. We proberen de honden binnen, hebben we wat grotere hokken, proberen we ze 2 tot 3 honden per hok te zetten, proberen we het beperkt te houden. De pupjes hebben eigenlijk hun eigen verblijfsruimte hier buiten en eigenlijk in de quarantaine. Pupjes die zijn eigenlijk de hele dag door buiten, dus dat is wel heel prettig. Want het zijn net natuurlijk kleine kindjes. Het eten en het poep natuurlijk gelijk. Dus het scheelt ons een hele hoop werk als we ze gewoon lekker hier buiten op de velden kunnen houden. Anders kunnen we 6 keer per dag de hokken schoonmaken natuurlijk. En laat zeggen, iemand wil een hond adopteren. Ja. Hoe gaat dat? Hoe ziet dat? Nou, wij hebben in ieder geval 1 hele grote voorwaarde als je hier wilt adopteren. En dat is dat je een goed omrassend erf hebt. Zodat de hond los op het erf kan.
niet aan een ketting gehouden, niet in een hok gestopt, want dat vinden wij echt dierenmishandeling. Dus als je aan die voorwaarden kunt voldoen, dan kun je gewoon tijdens onze openingstijden naar het asiel komen. Kun je de honden bezoeken, kun je kijken of er een diertje bij zit wat je aanspreekt. En dan mag je het adopteren. We vragen een bijdrage van 250 SRD. En daarvoor krijg je een ontwormde, deels gevaccineerde en gesteriliseerde of gecastreerde hond. Ja. En dus, u zei dierenmishandeling als hij aan de ketting wordt gezet of in een hok? Wij vinden dat dierenmishandeling, ja. Ja. En zijn er ook kosten aan verbonden? Laat zeggen, iemand wil de hondjes verwennen met brokken of wat voeding. Hoe kunnen ze dan contact opnemen? Ze kunnen eigenlijk gewoon naar hier komen. Voor donatie zijn we eigenlijk de hele tijd open. Zolang wij aanwezig zijn, kunnen mensen langskomen. Ze kunnen goederen doneren, ze kunnen geld doneren. Net wat kan, weet je. Sommige mensen komen met één blik aan, zijn we heel blij mee. Anderen komen met een hele auto aan, zijn we net zo blij mee. Iedereen geeft gewoon wat hij kan naar zijn eigen budget. Dus we zijn blij met alles. Ja. Welke type honden heeft u? Heeft u verschillende rassen of ja, zijn het uitsluitend van de zwerfhonden of ja, de categorie die daaronder vallen? Nou, je ziet dat eigenlijk een beetje verschuiven, met name het afgelopen jaar. In eerste instantie hadden wij echt puur alleen straathonden binnen, want dat is wat mensen op straat dumpen en dat is wat dan risico gaat lopen om. Maar nu merken we dat we ook bijvoorbeeld vier van die kleine Pekinees-achtige, Malteser-achtige, dus echte rashondjes die mensen waarschijnlijk toch voor duur hebben aangeschaft, dat ook die gewoon op straat worden gegooid nu. We hebben laatst ook een compleet verwaarloze pitbull ergens vandaan gehaald. Dus ook dat beginnen mensen nu op straat te gooien. Op het moment dat de medische kosten te hoog zijn of mensen moeten echt moeite gaan doen voor hun dier, gooien ze het op straat. En veel van die kleine frummelhondjes, die Pekinezen en die Maltesertjes, die zijn vaak bekend met huid- en vachtproblemen. Dus veel van wat wij dan hier binnenkrijgen is met een gigantisch huid- of vachtprobleem gewoon op straat gegooid. Ik heb ondertussen twee blinde hondjes binnen, twee echt wat oudere blinde hondjes, een Pekineesje en een Maltesertje. Maar op het moment dat er dus echt kosten en zorg bij gaat komen, dan gooien mensen het gewoon op straat. En soms heb je ook mensen die puppies dumpen op straat. Richten jullie je ook daarop? We proberen bij de pups, daar is redelijk veel vraag naar. Dus we proberen om als mensen doosjes langs de straat vinden, om toch te vragen, help ons helpen. Weet je, wij hebben een beperkte ruimte, we hebben een beperkt budget, beperkt personeel. Dus we kunnen niet alles helpen. Dus we vragen mensen dan help ons helpen en probeer toch via Facebook zelf een baasje te vinden. Er zijn een aantal pagina's die daar heel goed geschikt voor zijn. Animal Friends of Suriname is een hele goede pagina daarvoor. En je ziet als mensen dan inderdaad de pupjes daar opzetten, dat ze vaak toch binnen een aantal dagen wel kwijt zijn. Ja. Mevrouw Sandra, ik wil u dan danken voor die tijd en dat u ons ook wat informatie vergeven over het dierenasiel. En ons te woord willen staan. Graag gedaan en tot de volgende keer.